Door jou ben ik mijn soulmate kwijt. En de kinderen een geweldige, liefdevolle en onbetrokken vader. Op 1 augustus vorig jaar werd de toen 35-jarige oud-profvoetballer Jerjay Hoefdraad geraakt door een kogel tijdens een feest in Zuidoost. Rond 6 uur 's ochtends zou hij een ruzie hebben willen sussen. Hij kwam tussen beiden, maar dat werd hem fataal. Het OM eist 8 jaar cel tegen Robin R. die schoot. Met een geladen vuurwapen te schieten en daarbij die Hoefdraad eenmaal door zijn hoofd te schieten. Nabestaanden van Hoefdraad zaten vandaag vlak achter de verdachte Robin R. Hij was erg emotioneel en zei veel spijt te hebben. Het ging niet over drugs, het ging niet over de meiden. Dit is gewoon een pure ongeluk. Maar dit is mijn schuld. Ik ontken niks. Ik heb de waarheid verteld. Ik heb verteld hoe het is gegaan. Dat er door de verdachte is geschoten, daar is geen twijfel over. Maar of het wel of niet met opzet was, wel. Want R zegt per ongeluk te hebben geschoten toen hij aan zijn haar werd getrokken tijdens een opstootje. Maar getuigen en daarmee het OM zeggen dat dat pas na de ruzie gebeurde en hij het wapen nog moest halen. En mijn cliënt, zij denkt dat deze man misschien wel aan zijn haar werd getrokken, maar dat zijn eer was gekrenkt en dat hij een wapen is gaan halen, terug is gekomen en vervolgens JJ per ongeluk heeft doodgeschoten. Omdat iemand moet de trekker hebben overgehaald. En diegene die dat heeft gedaan, dat is de meneer die hier vandaag in het verdachtebankje zit, omdat hij dat bewust heeft gedaan. Ik denk en bepleit dat er in deze casus ook te weinig bewijsmateriaal is om de conclusie te rechtvaardigen dat er sprake is van voorwaardelijk opzet. Verschillende nabestaanden maken vandaag gebruik van hun spreekrecht, waaronder ook de partner van Hoefdraad en moeder van zijn 2 jongste kinderen. Zij vertelt in tranen hoe haar leven en dat van haar gezin kapot gemaakt is. Waarom kan ik papa niet bellen? Waarom heeft de boef op papa geschoten? Mama, waarom is papa dood? Mama, kan ik ook dood? Ik wil naar papa. Dat gaat diep, Robin. De eis van 8 jaar, die is voor de nabestaanden niet genoeg. Terwijl de advocaten van de verdachte juist om vrijspraak vragen. In ieder geval dubbele cijfers. Wij vinden dat een eis van 8 jaar echt niet meer van deze tijd is. Waarbij er zoveel grof geweld op straat is, ook in Amsterdam. En als dat daar 8 jaar tegenover staat, dan vindt zij dat dat eigenlijk een heel goedkoop rondje zou zijn voor deze man.